Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We zijn dit keer natuurlijk weer terug in het onbekende pretpark, aflevering 156. En jeetje, we zijn alweer 6 afleveringen verder in mijn park. Of in ieder geval 6 afleveringen. En we zijn ontzettend al aan voortgang aan het boeken. Ik merk dat gewoon als ik uitzoom in mijn park. We zien gewoon al een beginnend park ontstaan. En dat voelt heel erg goed en leuk en fijn. En zo kunnen we dus continu upgraden om gewoon een volledig pretpark er uiteindelijk van te maken. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Hè? Dat was ook bij de vorige, bij Disney Unique. Daar probeerde ik ook alles vol te bouwen. Dat is ook aardig goed gelukt. Jullie hebben toch meer dan 130 afleveringen genoten van deze serie, hoop ik. Of in ieder geval van mijn park, want de serie blijft gewoon doorgaan. En dit keer ben ik verder gegaan met het bouwen aan mijn achtbaan. En ik vond het belangrijk dat het een uniek thema werd. Ik wist nog niet eens wat voor thema, maar ik wist wel dat het heel erg natuurrijk eruit moest zien. Dus heel veel bomen en planten en dat soort dingen. Ik wou het er gewoon heel erg groen laten uitzien. Dus ik heb gewerkt met stenen, met bosjes, met af en toe wat muren en wat fonteintjes. Maar voornamelijk de nieuwe set, de Moki set, waar we dus paddenstoeltjes in kunnen vinden. En ik wou het dan weer niet een soort kabouterbos laten lijken, maar misschien dat het gewoon een soort wonderlijk thema wordt. Dus iets in ieder geval met paddenstoeltjes, met bossen, met grote hoge bomen. Ik heb een haai neergezet, ik weet niet waarom, want ik zat echt nog te kijken wat voor thema zal ik hierin gooien. Zal ik gewoon van alles wat erin gooien, gewoon weer standaard tonnetjes en kratjes en gewoon weer objecten, een klokje die heen en weer draait. Maar ik dacht nee, ik moet dat niet doen. Ik moet gewoon echt kijken naar wat nieuws. Dus toen heb ik de nieuwe set geopend, de Moki set. En daarin kon ik dus allerlei leuke, gezellige, kleurrijke paddenstoeltjes vinden. En dat maakt het ook gewoon veel leuker, vind ik persoonlijk. Ik vind dat gewoon, ja, ik weet niet, het heeft wel iets. Ik heb ook dingen gekeken in de set naar andere, naar van die stairs. Die heb ik dus geplaatst tegen het gebouw aan, om ook het gebouw nog een klein beetje aan te kleden. Want het was nog hier en daar een beetje kaal. Dus ik heb ook later wat raampjes toegevoegd, spoiler. De baan was al compleet en ik had al wat teaming gemaakt, de huisjes. Dat was ook wel een hoop werk natuurlijk. En dat wil niet zeggen dat je dan helemaal klaar bent. Het zag er echt nog kaal uit, ik was er nog niet tevreden over. En ik zat bij mezelf na te denken van wat kan ik nou toevoegen om het nog verder aan te kleden. En toen heb ik zoiets bij mezelf gedacht van laat ik gewoon inderdaad met paddenstoeltjes werken. Laat ik het gewoon heel een beetje kinderlijk aankleden, dus een beetje speels. Dus je kan met hier en daar met wat bloemen gaan werken. Ik ben nu bezig aan een brug en dat soort dingetjes leken mij fantastisch om erin te gooien. Ga ik ook een ondersteuning toevoegen aan die brug. En ik keek gewoon even verder in die set en er zaten van die stalen palen zaten erin. En ja, om weer heel cliché te zijn en naar de Shy Guy Catfish Cove te gaan en weer van die houten balken te gaan gebruiken, wat ik elke keer doe, heb ik dus gewoon gedacht bij mezelf, laat ik het een keer anders aanpakken en van die stalen pinnen toevoegen die het ondersteunen. In ieder geval, ik heb ook zoals je ziet, zag een rook, geen rookmelder, maar een damp, een mist gecreëerd voor een beetje dat hele bijzondere effect, weet je, dat heeft gewoon een extra functie. Ik vind het ook heel tof als je in een park loopt, dat ze dan ook werken met rook en mist en dat soort dingen. Gewoon een beetje van die special effects, die mogen zeker niet ontbreken in een attractie. En daarom heeft het ook wel weer wat sfeer, dus daarom heb ik er expres toegevoegd. Ik deed dat vroeger heel weinig, dat ik van die mist dingen toevoegde in mijn vorige park. Ik heb het wel geloof ik gebruikt bij die wildwaterbaan, dacht ik, ja. Maar ik heb het nooit echt verder gebruikt bij bijvoorbeeld, volgens mij niet bij mijn droomvlug wannabe attractie. Ik geloof het niet. Althans, we zijn nu verder met beplanting. En ik kwam inderdaad bij het stuk van ik moet die ondersteuning gaan doen voor de brug. Maar uiteindelijk ook de ondersteuning voor de achtbaan. Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat wij custom ondersteuning gaan toevoegen. En jullie weten het, ik ben daar compleet niet goed in. Ik doe dat wel eens en soms sla ik het over. En soms dan stop ik de aflevering, dan neem ik het niet op. En dan doe ik het na de opnames, zit ik gewoon heel erg te kloten met de ondersteuning. Daarom heb ik ook bijna 100 uur gedaan over mijn Rollercoaster 3 park. En dat geeft ook helemaal niet, of Disney Unique, Rollercoaster 3 park, ik heb heel veel parken gemaakt. Weet u trouwens dat ik vroeger, heb ik ook complete attracties gemaakt. En zelfs één attractie die
een hele sandbox map in nodig had. Je had een hele sandbox map nodig. En toen had ik een Atlantica stijl gedaan. Een beetje geïnspireerd op Bioshock. En daar heb ik echt wel een geloof 20, 30 uur aan gewerkt. Dat is, ik weet niet meer waar de video's zijn. Ik kan het ook niet meer terugvinden. Nou, op de brug ben ik ook aan het thematiseren natuurlijk. Gewoon wat tonnetjes en wat kratjes neerzetten. Dat maakt het wel leuk. Ik heb geloof ik gelijk het huisje opgevuld met hier en daar wat teaming. Niet echt veel. Het is gewoon een beetje die standaard dingen. Dat het niet leeg staat. Ik heb een hekel aan dingen die niet zijn afgewerkt. En dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet de attractie afwerken. Ook weer een deurtje geplaatst. Ik had natuurlijk expres een beetje de hoogte rekening mee gehouden. En toch nog gebruik ik Shy Guys een set. Alleen maar voor een beetje die twee latjes te maken aan de zijkanten. Toch dat we die set wel hebben gebruikt, want dat doen we altijd. Ja, dames en heren, toen kwam ik toch eigenlijk wel bij de supports terecht. En supports zijn niet één van mijn specialiteiten. Mijn Miranda zegt ook altijd, pa, zegt ze, zoals jij ondersteunt, maar zo maak je dat niet. Sans mijn Gert-referentie. Ondersteuning. Ik had zoiets van, waarom zitten de juiste ondersteuningen niet in Steelworks? Steelworks is de teaming set, dat is de naam ervan, om dus je custom scenery, of om de ondersteuning te maken. En toen zei Matthijs op Teamspeak, Vincent, ik heb een tipje, kan ik gewoon zelf je teaming of je custom support maken? Ik dacht van, nou, wauw, laten we dat gewoon proberen. Dus daarom heb ik ook, ik had een ideetje om inderdaad rond die toren gewoon de ondersteuning te maken. Dat is sowieso echt super vet, dat ziet er heel gaaf uit. En voor de rest moet ik gewoon een beetje experimenteren. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb eigenlijk een aantal misschien wel bijzondere constructies gemaakt. Dat je zegt van, Vincent, het ziet er niet uit. Of Vincent, het is onrealistisch. Dat kan. Iedere tip zijn welkom. Laten we het daarop houden. Maar het heeft wel iets. Iets. Het heeft iets. Ja, en dat vond ik belangrijk. Bijvoorbeeld, nu ga ik werken aan de zijkanten naast de achtbaan. Ik plaats zeg maar over de baan heen een ondersteuning. Waardoor het dus een soort van heel vet wordt als je er echt onderdoor gaat. Want ja, je stoot dan net niet je hoofd. Maar het is wel een soort leuk effect dat je zo onder die ondersteuning doorgaat. En zulke dingetjes heb ik dus toegevoegd. Ik heb gekeken naar hoe de standaard ondersteuning stond. En daaroverheen heb ik dus eigenlijk de custom support gezet. Ja, het is even lastig uit te leggen, maar het is niet moeilijk te begrijpen. Dus dat scheelt weer. In ieder geval, ik heb dus een beetje geëxperimenteerd om hier en daar wat een beetje te goochelen met een set. Dat kan. Nou, we gaan aan het eind van de aflevering een onderrijd doen. Dus dan kunnen jullie genieten van hoe het er uiteindelijk uitziet voor kinderen of voor volwassenen die in deze attractie gaan. Toekomstplannen weet ik nog niks. Ik wil in ieder geval wel eerst het sprookjesgebied afmaken. Want ik vind het heel belangrijk dat we niet in één keer naar een volgende thema gaan. Want dan laat ik dit weer in de steek. En dan, jullie kennen mij, dan bouw ik pas in aflevering 200 verder aan het sprookjesbos. Dus ik wil eigenlijk gewoon me volop focussen. Ik heb nu een beetje die teaming. Ik bedoel, ik gebruik heel veel bossen. Ik gebruik paddenstoelen. Misschien kan ik dat een beetje combineren. We gaan natuurlijk ook nog een andere attractie maken in de toekomst. Waarschijnlijk nog zo'n soort rit in een karretje. Ik weet niet of jullie dat kennen van Rollercoaster Tycoon 2. Maar rit in een karretje was een attractie waarin je dus gewoon met autootjes aan het rijden bent over een circuit. En dat circuit gaat dan allemaal gewoon de tractorrit. Net als de vorige Disney Unic. De tractorrit, heel bekend. In ieder geval, dat idee wil ik nog gewoon gaan maken. Want ik vind het belangrijk dat we kinderattracties in dit gebied maken. We hebben nu dan een wat heftige attractie. Een achtbaan. Dat is natuurlijk logisch in een spel als dit. Moeten we gewoon even een achtbaan maken. Ik vind hem heel leuk. Ik vind hem gewoon, ja, het is weer iets wat ik nog nooit heb gemaakt. En daarom is het heel leuk om dit spel te blijven spelen. Want mensen vragen zich af, Vincent, word je nou niet moe van heel de tijd hetzelfde? En je kan maar elke keer dezelfde achtbaan bouwen. En je kan dit niet doen. En misschien is dat wat je 100 keer hebt gedaan. Maar toch komt er elke keer, ook natuurlijk door de veranderingen in je sets die je downloadt, komt er elke keer weer een verandering in je park en ook in je attracties. En dat maakt het ook super leuk om te doen. En ik denk dat het ook voor jullie heel leuk is om naar te kijken, om mij elke keer wat anders te zien maken, zeg maar. Nou goed, dus de ondersteuning, ja, het was eventjes lastig, vond ik wel. Op een gegeven moment lukte het wel. Op een gegeven moment krijg je een beetje de feeling erin, dan is het gewoon simpel. Je plaatst gewoon een custom support op een standaard support. En even later hou je dat standaard support dan weg met de killer, hoe heet dat? De support killer heet dat.
En daarmee kan je dus die witte lelijke ondersteuning weghalen. Maar wat ik al zei, in de toekomst weet ik dus nog niet precies welke attracties we gaan toevoegen. Ik wil natuurlijk wel hele bijzondere attracties maken. Ik vond dit wel een hele leuke, echt een kinderride. En dat is heel belangrijk dat we variatie hebben in de attracties. We gaan nu door naar de onride. Geniet! Zo mensen, het is tijd om een onrijdje te gaan doen. Ik ben er klaar voor. Laten we kijken naar deze attractie. Deze kinderattractie. Leuk geteamd met bossen en met paddenstoeltjes en dat soort dingen. Kijk eens, we gaan er zelfs onderdoor. Kijken wat er gaat gebeuren. We gaan door die tunneltjes. Leuk ideetje zo om dat misschien wel te doen. We komen bovenaan. Kijk eens. Dit ziet er leuk uit. Ik vind het ook leuk om gewoon eens te kijken hoe het nu van de bezoekers, hoe de bezoekers het ervaren, zeg maar. Ja, leuk langs het paddenstoeltje. Oh, dit is echt een leuke ride. Ik ben echt er wel heel erg blij om eigenlijk. Hoe dit zo nu tot een bijna van een eind is gekomen. Van we hebben een volledig gethematiseerde attractie hier gemaakt. Zo, leuk daar onderdoor. Dat was heel tof. Een bochtje. En aan het einde misschien kan ik daar nog wat bloemetjes doen. Want het is nog een klein beetje kaal hier. Alleen dat fonteintje hebben we dan daar. Ja, dit was leuk. Misschien moet ik het station, dat moet zeker weten, nog geteamd worden met plantjes. In ieder geval, het is tot nu toe dit geworden. Laat vooral een dikke duim achter voor deze achtbaan. En tot de volgende aflevering met Rollercoaster Tycoon 3. Doei doeg!